Hallo allemaal! Janne, we hebben een vraag. Dit is Joanne. Joanne is mijn 17-jarige kleine zusje. En zij wordt onze medeplichtige in dit hele verhaal. Papa en mama zijn nu weg, hè? Mm-hmm. Ken je nog van vroeger dat programma Hider in the House? Ja. Dat iemand verstopt in een huis terwijl er iemand achterkomt. Ja. Precies. Oh. Het leek was leuk om dat te doen. Zij willen dat wij blijven. Ze zaten helemaal achter. Oh, dan kunnen we het opnieuw. Ja. We gaan de auto weghalen. Dus dan zie je niet meer dat wij hier zijn. Mm-hmm. En dan verstoppen we in jouw kamer. Ja, dat is de basement. En dan gaan we allemaal kleine opdrachtjes doen en zo. Ja. Maar jij bent onze medeplichtige, dus jij moet helpen. Jij moet echt helpen. En je weet hoe slecht ik ben in liegen, hè. Wij gaan even plantjes smeden en we gaan zo meteen aan jullie vertellen wat onze plannen zijn. Ja. Je komt niet goed. Je gaat niet goed. Hallo? Ja? Wij gaan zo naar huis. Hoe kan je nou naar huis gaan? Ja, Samuel heeft hoofdpijn. Moet je paracetamol innemen? Ja, maar hij wil graag naar huis. Bullshit. Maar we zijn er morgen toch mee om die auto te keuren, dus dan... Ik bedoel, om de auto over te zetten op naam. Oh ja, ja. Oké? Okay? Ja. Dus dan moet ik het straks allemaal maar weer leren regelen met de QB's en met die verbindingen. Ja. Nee, dat kan niet. Ga maar lekker in je eentje. Ik zag wel FaceTime bellen met Samuel de hele avond. Nou, doe maar als jij die behoefte voelt. Samuel pakt toch niet op. Ik wil hoor, dat maar ook. Oké. Oké, nou, love you. Ja, yeah, love you. Doei. 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 Tot ooit, doei. Bye. Bye. Oké, papa en mama zijn gebeld. Zoals jullie net konden zien. Mijn vader was heel terug. Heel leuk. Maar ik heb geen hoofdpijn. Auw. Samuel heeft op zijn laptop... Ik kan alles intypen, ik kan alles doen. We gaan het volgende doen. Lamp uit doen. Bij kantoor waar mijn vader zit met de Cubase. De computer hacken. Van mijn moeder, wat jullie net zagen. We gaan de afzuiging in één keer aandoen terwijl hun hier tv kijken of aan het eten zijn. Als wij televisie gaan kijken onder het eten, zitten we daar. Oh, zeg wat je onder het eten tv wil kijken. Nee, ik zeg wel dat we Blown Away gaan kijken. Ja, dat is beter. Goeie. En dan gaan we ook nog de tv uitdoen. Met een extra afstandsbediening. We moeten nog even kijken of die afstandsbediening het doet. En we gaan Lucy verstoppen. Ik weet niet of het lukt allemaal. Ik weet ook niet of het lukt. Ik hoop dat het lukt. Maar wij moeten even nog wat dingen fixen. We moeten namelijk de auto nog even verzetten. We moeten nog de lamp verwisselen. We moeten opruimen, onze spullen weghalen. We hebben papa al gebeld. Dus, nou. Ze waren er nog, dat is mooi. We hebben nog tijd. Ja, we hebben nog een beetje tijd. Tot zo. Oké, ik ga nu de auto wegbrengen. Vlak bij ze om de hoek. Dan zet ik de auto neer. Een straat verderop. Dus als ze opletten en wij pech hebben, rijden ze de verkeerde op een andere manier hun wijk in. En dan kunnen ze dus onze Seat zien. Terwijl Samuel de auto verplaatst, gaan wij de lamp verwisselen hier. Want dit is mijn vaders studio. En hier zit hij de hele tijd met Samuel. Dus wij gaan even deze lamp vervangen. En dan kunnen wij die zelf uit en aan doen. Dit is de Philips Hue lamp. En dit is een gewone lamp. En deze... Joanne. Deze doen we dus, kunnen we via Joanne's telefoon uit en aan doen. Nee, via mijn telefoon. Je ziet dit. Kom ze eraan. Hij belt, kun je het zien? Mijn vader belt. Niet oppakken, anders verpest je alles. Ik zie gewoon mezelf aan. Heel eng. Ja, maar als ze aankomen, moet je niet hier lekker potje bij. Nee, maar zo. Ja, dan gaan we hier zo maar. En de camera zo. Ik film hun wel, dat ze aankomen. Ja, maar straks zie je dat. Ja, dat is ook het spannende. Oké, we zitten er nu echt klaar voor. Het is hier een beetje donker. Maar we kunnen de lamp niet aan doen, want dan zien mijn ouders dat. Samuel zit daar. Is nog bezig met de computerhack. En... Het is gewoon teamviewer. En ja, we moeten dus nu wachten tot hun terugkomen. En komen waarschijnlijk over een half uurtje thuis.
niet spannend. Om contact te houden met mijn ouders hebben we... Wacht, je ziet echt niks. Hebben we hier mijn laptop staan. En daarmee kunnen we met Joanne appen. Samen zijn we... Je ziet echt helemaal niks. Het is echt handig. Oké, de geheime camera voor mijn vader gaat nu aan. Kijk, als je het ziet, zonde, maar dan zien we dan wel. We hebben de geheime camera bij mijn vader aanstaan en nu wachten we hier. Ze komen elk moment. Het is heel koud hier, de ding stond open. Straks gaat je vader gitaar pakken, want hij gaat daar het over naar zijn hoofd. Waarom zou hij in één keer nu randomized gitaar gaan spelen? Dat doet hij toch nooit? Het is heel zenuwslopend dit. Dit is mijn vader. Hij is 46 jaar, heet Jan-Pieter en weet van niks. Oké, hij zit nu op zijn kantoor muziek te luisteren. Oké, we gaan nu de lampen aan zijn aan doen. Ik hoop dat het nog filmt. Oké, we hebben het nu gedaan. Papa zit weer muziek te luisteren. En ik weet niet hoe hij reageerde, maar wij gingen stuk. Ik was echt helemaal lachen. We gaan het nu nog een keer doen. Oh, je bent onze zin. Wij zijn nu inbrekers. Mijn vader luistert knijter. Muziek, maar dat kan ik allemaal niet gebruiken, want het is allemaal copyright music. Oké, we gaan nu mama brengen. Dit is mijn moeder Mirjam. Ze is 45 jaar en weet van niks. Ik heb geen idee. Invaders. What the fuck? Wat doe jij? Ik? Ja. Ik zit hier gewoon mijn serie te kijken en even tussendoor heen te spelen. Waar komt dat vandaan dan? Dat weet ik niet. Hoe moet ik dat weten? Zit je mij... Nee, jij zit mij te beschuldigen. Ik ben Hedy aan het spelen. Ze zag dat Johannes camera aan was. Mama heeft de box uitgedaan. Oké, ik doe nog een keer de lamp. Oké.
Hij zegt dat papa loopt nu naar beneden. Camera. Samen gaat de camera pakken. Oh nee. Ja, nu. De afslagkap laten aanstaan. Je biedt op die aan op mijn telefoon. The individual qualities and colors that you see within fire's hypnotizing flames. Can I just add? I love. Pauze, ik denk, ik hoor de trap. Ik denk, de lamp gaat uit. Ja, giet weer aan. Oh, prima.
Zoals jullie konden zien is de prank een beetje mislukt. Maar we hadden wel lol. We hadden lol. En we hebben 4 van de 5 opdrachten hebben we wel gedaan. Dus, de winner are... Jullie. Ja, zij zijn gewoon, helaas. Jammer weer. Inderdaad. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer op ons. Bye! Leuk.